vind ik. Je ziet er wat gebeuren, jij en je poffertjes. Want we gaan gauw over naar Karel Enkelblaar, want die staat weer op het kooppunt. Over Karel Enkelblaar van Hop naar Haar! Ja! Ja, let op dames, we krijgen 401 het fraaie zeegezicht. Dan begin je heel goedkoop met 1500 gulden voor de fraaie schilderij. 1600, 1700, 1800, 2000 gulden heb ik hier voor die dame. 2000. Niemand meer dan 2000. Half niemand. 21, 2200 gulden. Niemand meer dan 22, niemand. Meneer is 2200 gulden. Hoe is de naam, meneer? En zo, dames en heren, zijn we nu getuigen van een veiling. Een veiling in Amsterdam. Hier is Karel Enkelblaar, die in dit veilinggebouw een interview gaat afnemen van een man die heel belangrijk werk te verrichten heeft. En... Nou, verkocht is verkocht voor ons natuurlijk, hè? Dat gaan we er vanaf, hè? Ja, denk jij. Wil u in de zaal gaan zitten? Want nee, kan hallo niet meneer, bent in de bar. Kijk eens even de camera's. We zouden u een interview afnemen. Voor de Flip Flight Petal Show. Kijk eens recht tegenover u. De kijkers zien u allemaal. Oh, natuurlijk. Ja. Goedenavond, mijn naam is Piet, pak in. Dan kom zo, ik pak namelijk erg veel in. Ja, dat hoort bij uw werk natuurlijk. Ja. En wij willen weten, wat is dat werk? Nou, wat ik hou het op. Ik hou het de hele dag op. Nee, dat bedoel ik wel. Niet. Dat is mijn werk hier, ophouden. Oh, de artikelen houdt u omhoog. Als ik ze niet ophoud, kun je ze niet zien natuurlijk. Zodat de mensen kunnen zien wat er... Kunnen we even ophouden, hou ik het op, kunnen ze kijken wat ze kopen. Heel goed, interessant. En dat is belangrijk werk. De ophouwer, dat is belangrijk werk. Natuurlijk is dat belangrijk. En wat zijn het voor spullen? Domme opmerking, natuurlijk is dat belangrijk. Ja, maar ik bedoel, de veilingmeester doet het werkelijk. Onbelangrijk, ik kan je ophouden, dat is belangrijk. Nou, neemt u me niet kwalijk, ik ben blij dat ik dat nu weet hoe belangrijk dat is. En wat wordt er hier al zo geveild? Voornamelijk antiek, hè. Jammer toch ook wel gebruiksartikelen van deze tijd, nog van 5 jaar geleden. Nee, nou ben u even. Dingetjes van 10 jaar geleden of zo. Nee, daar kom je de deur niet in, hoor. Nee, uitsluitend, uitsluitend gediplomeerd antiek. Dat wordt gekeurd ook, dat het een echte antiek is. Ik heb er zelf het zicht op. Oh ja, u maakt dat ook. Ja, met de veilingmeester bekijkt u dat. De veilingmeester, wat heb ik nou met de veilingmeester? Ja, het gaat toch om mijn. Ja, neemt u me niet kwalijk. Ik heb het toch verstand van toch niet heiden achter die tafel met je nummertjes roepen. Ik wel, ik ga erover. Oké, maar we gaan even wat artikelen zien. Wat is er nou? Ja, wat is er nou? Ik wil graag wat artikelen zien, meneer. Nou, kijk dan. Niet de veiling ingaan. Laat u eens de mensen ook, toont u eens wat. Is tonen. Dat hadden we toch allemaal afgesproken. Even kijken, wat is niet hier? Ja, wat is dat? Hier hebben we bijvoorbeeld een heel erg leuk. Maar wat is dat dan? Een zonnebril. Een zonnebril. Dit is de originele zonnebril van Lodewijk de 14e. Misschien wel even leuk om te tonen. Is dat waar? Van Lodewijk de 14e. Van Louis XIV. Wie? Louis XIV. Lodewijk de 14e, wie hebben we... Ja, maar die is in het Frans zo, meneer. Bas van Toor, ik heb het over Lodewijk de 14e. En dat, de zonnekoning. Hé? Ik vind het ook anders niet. Dan heb ik hier zo, dit is ook heel leuk, dit is namelijk... Ja, ach, dat is mooi. Oh ja. Nou ja, dat zal interessant zijn. Dit is de toupette, de originele toupette van Karel de Kale. Ach. Die was oorspronkelijk, was hij dit met een toupet. Het ziet er wat vreemd uit zo, hè? Hoezo? Nou ja, alles zo boven elkaar. Maar goed, Karel is de Kale. Antiek. Ja, ja. Is allemaal zwaar dat antiek. Zal nog wat opbrengen. Nee. Nee? Nee, gulden 3-4. Oh, dat valt me tegen. Ja, maar toch interessant om gezien te hebben, dames en heren, de toupet van Karel de Kale. Zo verborgen is een kaalheid. Wat hebben we nog meer? Leuk. Ja, wat is dat? Is het strijkijzer van Jacoba van Beieren. Hé, maar dat ziet er nog helemaal goed uit. Het is praktisch niet gebruikt, zeg maar. Het is praktisch nieuw. Nog niet gebruikt? Hoe komt dat dan dat nog niet gebruikt is? In de tijd van Jacoba was er nog geen elektriciteit. Nee, dat begrijp ik. Zet u maar in. Nee, dat gaat straks de veiling. Maar kan je al zien, is er nog iets waarvan u zegt, ja, dat gaat straks... Kleurentelevisie. De kleurentv. Dames en heren, hier staat de kleur van Karel de Grote. De originele, daar heb Karel onder zitten kijken. Nee, het is niet waar. Ja. Zat die televisie te kijken, Karel? Natuurlijk. Hier stelde Karel alles mee in. Had hij geen afstandsbediening? Maar afstandsbediening, dat is zo'n afstand, dat was er toch in die tijd nog niet, man. Daar kun je juist aan zien dat het antiek is. Ja, ik begrijp. Zonder afstand. Bediening. Ja, even erbij blijven. Wat kunnen we nog meer zien? Wat kunnen we nog meer zien? Ja, dat is belangrijk. Dit is dat ook is erg leuk om te zien. Dit is namelijk, dat ziet u zo wel. Een ei. Ja, een ei. Ja. Wat voor een schaapachtig te lachen. Ja, nou, een ei. Dat is toch duidelijk dat het ei is? U staat dat zo allemaal aan te wijzen. Een ei, gewoon een ei. Nou, wat valt er te lachen om een ei? Moet de veilingmeester, wat moet de veilingmeester dan mee? Dit is het ei van Columbus.
Hier, kijk dan. Origineel hij van Columbus. Ik zie het staan. Nee, wacht eens even. Wacht, nee, nou houdt u de boel voor de gek. Kijk eens, dan zou er een deukje moeten zitten, want het ei moest staan. Dat wordt er nog allemaal in gemaakt en wordt er nog achteraf bijgemaakt. Hier, kijk dan. Meneer, die paas. Ze hebben hier het ei. Goed opletten. Dat gaat staan. Dan komt hij toch staan? Heel goed. En krijg je hier de fraaie telefoon. Hallo. Het ei van Columbus, kun je rossen? Oh, weet je het nummer ook? 22-2. Ik zal het zappen. Dat is niet op de stal, meneer. Dat is toch zonde? Maar het is gewoon een tafeltje. We gaan zo langzamerhand de veiling verlaten. We zeggen, meneer... De originele boekenkist van Hugo de Groot. Ach, dat kan toch niet? Ja, stalk sprookjes te vertellen, hè? Heb ik geroepen, er was een... Neemt u me... Als ik toch zeg dat het Hugo de Groot is, Hugo de Groot, ja. Neemt u me niet kwalijk. Is dat de kist van Hugo de Groot? Het is de kist van Hugo de Groot, ja. Mogelijk. Deze originele boekenkist is helemaal zwaar beslagen, antiek. Ja, ik zie het. Hier, staat er ook op, antiek. Ja. Kan hij ook open? Ja, dat weet ik al, daar ga ik niet over. Ik kan hier ook een gezeur met ze gaan, vaak zeuren natuurlijk, hè. Wat is... mijn man misschien u helpen soms? Uw man mij helpen? Nee, dat hoeft niet. Nee, het gaat zelf om. Ja, het is niet zo noodzakelijk, hoor, dat u als open als hij gevraagd wordt om open, dan gaat hij ook open. Oké. Okay. Gaan proberen, dames en heren. Ja, ja, wacht. Daar komt. Dames en heren, daar gaat de kist open. En dan, Naar de zak. Hè? Of die nooit open ging. Dan krijgen we hem. Hugo de Groot. Molzen zonder waarde. And you'll never know just how much I love you. And you'll never know just how much I care. Oh, and if I tried, I still couldn't hide my love for you. And as you know, for heaven I told you so. A million and more times you went away and my heart went with you. Zeg, zing allemaal gezellig mee. La 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 la. Prima. And sing, sing our songs, sing our love, sing our strong. Sing up love and, oh sorry, your good cheer. Sing of happy, not here. And sing, sing a song. Make it simple, turn to last your whole life long. Don't worry, it's enough for anyone else to hear. Just sing, sing us la 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 la. Come on, dames en heren, Ben Zalen. That makes a man a king. And what on the high and windy hill, in the morning mist
Dat was leuk, hè? Hartstikke leuk, hè? Leuk zeg, zo'n disco-medley is dat, hè, natuurlijk, hè? Van allemaal van die oude bekende jongens, hè? Juist hem. Ja, natuurlijk. Heb je zelf samengesteld? Zelf samengesteld. Oh, klinkt dat leuk, hè? Echt zo hompetompen. Ik vond de backinggroep. Is het je eigen backinggroep? Ja, ik werk altijd met deze dames. Oh ja, gaan die altijd met je mee? Altijd mee. Oh, die wonen bij je in de straat zeker? Twee hoogboom. Ja, dat zal wel, zie je. Dat zijn buren van hem natuurlijk, hè? Dat ga je krijgen natuurlijk, ja. Zeg, luister eens, heb je nou eindelijk die rozen bij Sandra gebracht? Of, nou, Sandra was een van die dames. Ja, maar het is ze is al weg natuurlijk, hè? Ach, wat zo. Nou, ja? Oh, had ze de rozen? Heb ze... Ja? Kijk, het is heet, hoor, dit, hoor. Want dat hebben we al gehad met die blaren van die kok. Zeg, luister eens, dat vind ik leuk. Wat ga je nu... Je gaat verder natuurlijk, hè? Je treedt... Nou, laat maar gaan, daar letten wij niet op. Je gaat verder natuurlijk, hè? Je treedt veel op in het land. Heel veel. Heel veel? Ja. Met dingen, zo heet zij ook alweer. Rita Corita. Met Rita Corita. Rita Corita, denk ik. Dat is natuurlijk altijd leuk, hè? Gezellig, ja. Kopje koffie, hè? Ja, kijk, voor de blijven staan, hè? Natuurlijk, hè? Altijd voor de blijven staan. En dan zien ze je niet meer. Hey, ik vind het zo leuk om weer gepraat te hebben. Dames en heren, Ronnie Tover, ja! Wat een gezellig. Dank je, dank je, dank je. Ja,